You were born ready. Kijk, voilà, we zijn Ja. helemaal live op Facebook. Goedemorgen aan iedereen dat aan het kijken is of binnen dit en enkele seconden en minuutjes gaat beginnen kijken naar onze Facebook Live. Misschien even een korte introductie. Elke dag van deze week maandag tot en met de volgende week vrijdag 5 februari. Elke dag om 11 uur doe ik een 30 minuten interview met een ex-deelnemster of Travak alumna, zoals dat dan mooi gezegd is. Maar met een deelnemster aan Travak Business School die haar ervaringen gaat delen en een beetje gaat vertellen over hoe dat traject een impact heeft gehad op haar en op haar leven en op haar business. En vandaag heb ik de geweldige Anne op bezoek. Goedemorgen, Anne. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Trouwens, wie dat live aan het kijken is, feel free om even te laten weten wie dat je bent. Want ik zie dat er ondertussen al wat mensen aan het kijken zijn. Dus gooi het even in de comments, dan kunnen we zien wie dat erbij is. En als je ook vragen hebt voor Anne over haar ondernemerschap, over haar Travak-traject, of je hebt vragen voor mij specifiek over Travak, gooi ze dan ook gewoon in de comments, dan kunnen we ze beantwoorden. Maar without further ado, Anne, ik ga jou eerst een keer voorstellen, hè. Anne, jij bent een osteopate. Dat is wat je doet als job, als zelfstandige. Maar je bent iemand met heel veel ambitie. Ja. Klopt. Nee. Hier ook, zoals veel van onze Travakkers, en meestal zijn Travakkers mensen die al een stukje een carrière achter de rug hebben als ondernemer of als professional, dus bij jou was dat niet anders. En je bent iemand die een enorme passie heeft voor het menselijk lichaam en dan specifiek nog eens een keer voor de vrouw en de baby, de zwangerschap, alles wat dat daarmee te maken heeft. Ja, die zijn onlosmakelijk diep verbonden met elkaar en dat is eigenlijk jouw field of expertise, hè, als ik dat mag zeggen. Ja, super. Dus voilà, Anne, welkom bij onze Facebook Live van vandaag. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Vol vuur. Vol vuur. Fantastisch. Goed, ja. Dus ja, vol nieuwe ideeën. Ja, ik ben er echt heel content hoe dat alles nu loopt, Super, denk super. ik. Zeg, vertel een keer, je bent vorig jaar rond deze tijd, hè, heb je ergens de beslissing genomen of willen nemen om in Travak in te stappen? Want je bent vorig jaar ingestapt. Kun je misschien een beetje vertellen over wie je toen was, wat je toen deed, hoe jouw business eruit zag, hoe je je toen voelde. En dan kunnen we een keer fast forward naar vandaag gaan en zien hoe dat het vandaag is. Hè. Dus even terug naar vorig jaar, exact deze tijd, basically. Wie was Anne toen? Wat deed je toen? Vertel. Wel, wie was Anne toen een beetje teruggekropen in haar schulp, zeg maar. Nee, ik was eigenlijk constant op de sukkel van tussen de goede balans vinden tussen mijn werk en mijn gezin. Ik heb twee kindjes, nu 7 en 5 jaar. En ik liep eigenlijk heel de tijd gefrustreerd. Ik wilde van alles bereiken, maar ja, dat waren ook die kleine cadeautjes die heel veel aandacht van mij vroegen. En ik voelde mij eigenlijk ja, constant niet zo'n goede mama. En ook niet ten volle in mijn praktijk. Ja, heel de discussies ook met mijn man en de uren dat ik ga werken enzovoort. Tot op een bepaald moment dat ik het eigenlijk helemaal gehad had. En ik zeg van, voet, ik stop met zelfstandig zijn. Ik heb ook effectief gaan solliciteren. Ik ben in een ziekenhuis gaan werken in Ieper als osteopaat en kiné. Ja, ik had dan die job, maar dat was al vrij onmiddellijk van, oh jee, nee, mijn hart, allez, mijn passie, mijn praktijk, dat ik al een beetje had opgebouwd, ja, was ik echt aan het vermoorden en dat voelde niet goed. Dus ik heb eigenlijk ja, na 4 weken al gezegd, sorry, ik ga hier stoppen. No offense, we hadden daar een heel toffe equipe. Heel tof ziekenhuis. En toen, heel toevallig, heb ik daar iemand leren kennen. Die zijn vrouw had ook Travak gedaan. Plots in mijn praktijk was er ook een mama die ook Travak had gedaan.
En dat was zo, ik weet niet, het was precies slot. Het was zo. The universe was sending messages. Ja, ja, zo van, ja, misschien moet ik dat doen. En ik was wel iemand die vrij onzelfzeker in mijn kunnen was. Dus ik volgde enorm veel opleidingen over kinderosteopathie, kinderneurologie, zwangerschap, bekkenbouw, ja, van alles. En mijn mindset was zo van, ja, als ik maar gewoon genoeg weet en genoeg studeer, dan komen de patiënten wel van plaats. Ja. Maar ja, zo werd dat niet. Want ik was ook nergens te zien. Ik woonde ook nog in een doodlopende straat. Mijn praktijk was daar dus visibiliteit nul. Ook op sociale media was dat een no-go. Ik vond dat niet echt kunnen. Ik vond dat te commercieel. Of ik dacht van, ja, maar wat ga ik dat vertellen? Of moet ik dat mezelf zo gaan profileren? Dus ja, en toen dacht ik van, ja, kijk, het is misschien de moment, dat komt hier nu allemaal samen, van te investeren in misschien, hoe pak ik mijn zaak aan? En ik heb me heel impulsief ingeschreven in Travak eigenlijk. Uh-huh. Zo ben ik wel. Ik denk van, ja, dat klinkt wel tof. En voilà, dan heb ik Travak gevolgd. Ja, ja, ja. En dat was heel tof. Ja, ik denk, je haalt daar een aantal dingen aan. Je zit in de zorgsector. Ja. Wat vaak een sector is die zeer wegblijft, ver wegblijft van alles wat dan naar commercie ruikt en alles wat dan naar marketing ruikt. Er is daar een heel grote, en goed ook, een heel grote werkethiek en een ethiek rond... ja, hoe positioneer ik mij? Vaak ook met heel veel mensen die in die sector zitten, die zeer gepassioneerd bezig zijn met hun vakgebied. Wat dat jij zelf ook zegt, hè, van altijd maar blijven bijstuderen, blijven verder doen, nog beter worden in ons vak. En gelukkig maar, ja, hè, want dat zorgt er ook voor dat wij als patiënten in goede handen zijn bij jullie. Dus ik ben daar super blij om. Maar vaak zie je daardoor ook een soort rem op, ja, het ondernemerschap aan zich. Hè? Want uiteindelijk heb je wel een eigen zaak en wil je een inkomen hebben en wil je zoveel mogelijk patiënten kunnen helpen. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat een beetje een, ja, vriend in je eigen hoofd, zeg maar, van hoe kan ik zichtbaar zijn en hoe kan ik... Maar hoe kan ik er ook voor zorgen dat ik, ja, niet commercieel ben? Want dat druist in tegen alles wat ik geleerd heb, dat ik niet mag zijn. Hè? Ik zie dat Maaike ook aan het kijken is. Maaike de Vos, hij is ook een osteopathe. Heeft ook Travak gevolgd. Heeft exact dezelfde, denk ik, mindset shift moeten maken. Hoe is dat voor jou geweest? En hoe heeft Travak jou daar ook in geholpen om zeg maar, ja, die barrière over te gaan rond die zichtbaarheid? Ja, rond de zichtbaarheid, dat kwam denk ik maar later. Ik denk, het eerste wat mij wel enorm heeft geholpen, is om heel duidelijk te stellen van wie dat mijn ideale klanten of patiënten eigenlijk zijn, waar ik het meest energie uit haal. En dat was dan heel duidelijk van, ja, ik moet echt een gespecialiseerde praktijk hebben voor vrouw en kind. Ik wou er al naartoe, dat zat al langer in mijn hoofd, maar zo... De weg ernaartoe, of dan, ja... de eerste weg is dat om dat duidelijk te gaan formuleren. En dan hou je al andere mensen, ja, die er minder in passen, wat op afstand. Want ik kan ook niet echt nee zijn als er iemand komt, dan ja, ik ga iedereen behandelen. Maar ik krijg wel het meeste energie van die doelgroep. En dat was heel, ja, heel tof voor mij. Dat was al vrij snel, had ik daar wel resultaten van. Waardoor dat je, ja, ja, je krijgt dan gewoon energie van je job. En dat is zo belangrijk, hè, dat je niet uitgeblust geraakt. Mag ik daar even op inpikken aan? Want ik denk, je zegt hier echt iets heel waardevol. Dus ik wil dat nog eens even highlighten. Hoe dat je eigenlijk, ja, op het moment dat je durft te kiezen voor die klanten die echt het nauwste aan je hart liggen. En dat wil niet zeggen dat je tegen al de rest nee zegt. Hè? Dat is misschien heel belangrijk om te weten. Maar dat je wel, ja, nog bewuster gaat kiezen om die patiënten aan te trekken die echt, waarvan dat je zelf vindt, van daar kan ik de allergrootste meerwaarde voor bieden. Maar daarbovenop, die geven mij energie. En met die energie kan ik dan weer verder gaan in mijn praktijk.
En ik denk dat zo'n belangrijke om te durven kiezen voor, ja, voor die niche. Ik zeg dat ook altijd in de eerste en tweede module, vooral in Travak, van durf voor die niche te gaan, om echt voor die doelgroep te kiezen waar dat je hart het snelst van gaat kloppen. Dat wil daarom niet zeggen dat je hart niet klopt van die andere patiënten, maar er zijn er altijd een paar die gewoon... Ja, heb het daar gewoon meer mee. Dat voelt gewoon beter connected. En daar dan voor kiezen, creëert zoveel extra stroom van energie, hè, in je bedrijf en in je praktijk. Dus ik wil dat toch wel even highlighten, maar ik vind dat wel... En het is heel mooi dat je dat zegt, omdat dat geldt wel voor heel veel mensen, denk ik, die een stap zetten naar meer niche. Dus sorry dat ik u onderbrak, maar het was te mooi om te liggen. Is waar. Ik denk dan, in de privé praat je daar dan wel over, maar soms praat je dan met de verkeerde mensen daarover. Mijn man was dan meer van, ja, goh, neem toch alles aan en weet je wel, ziet dat je wel werk genoeg hebt. En dan, als je daar alleen staat, dan weet je het niet. Hè. En daar in Travak heb je wel allemaal vrouwen die hetzelfde voelen en meemaken. En je krijgt dan een enorme boost of iemand heeft al gekozen echt voor die specifieke niche. En dan zegt hij echt van, ja, dat heeft mij geboost tot en met. Dus dan krijg je daar wel vertrouwen in. En ja, dat is wat ik echt wel nodig had gekregen. Ja. Vooral ook door die community, hè? Want het is gelijk dat je zegt van... Soms, je staat vaak alleen, hè, als ondernemer. In de zin van, ja, je gaat dan soms misschien te raden bij de mensen die het echt goed met je menen. Hè, bij je familie of je partner of je vrienden. Maar niet altijd de juiste mensen zijn wanneer dat het aankomt op, ja, daar businessadvies van te krijgen. Dus, als je dan in een community terechtkomt, gelijk als bij Travak bijvoorbeeld, ja, daar zitten dan wel mensen die, als je businessadvies nodig hebt, dat die, ja, meer ervaren zijn dan andere mensen waar dat je misschien dichterbij staat in je privéleven bijvoorbeeld. Dus, tof om te horen dat die community jou dan, ja, dat extra duwtje geeft om, ook al weet je in je hoofd van ik moet wat dieper gaan in die niche, dat daar dan mensen zitten die je supporteren en zeggen go for it, ik heb het al gedaan en dat is fantastisch geweest. Hè? Dus, zalig. Goed. Sorry, ik heb je verhaal weer onderbroken. Nee, waar zaten we? Hoe dat Travak me heeft geholpen met mijn zichtbaarheid misschien. Ja, ik zeg, er gingen heel veel stappen daaraan voorheen eigenlijk. Ik denk, in het begin dat ik in Travak deelnam, was ik denk ik misschien eerder de timidere. Allee, ik was niet de grote vragensteller of ik was zo meer zo'n beetje een watcher. Ook denk ik omdat ik zie graag andere mensen, ik weet graag hoe dat hun persoonlijkheid is. En online vond ik dat wel... moeilijker in te schatten, want iedereen staat daar op dat scherm en ik vind dat nu ook niet zo de tofste manier van communiceren. Normaal gingen we wel veel afspreken met elkaar, maar toen kwam corona, de lockdown, dus dat was wel iets minder. Maar ik voel nu, we hebben dan het weekend gehad, eigenlijk nadat Travak was afgesloten, gelukkig tussen de twee lockdowns, hebben we toch iedereen een keer live kunnen zien. En dat was super. En nu... Ja, nu bel ik ze en zeg ik, hey, oh, kun je me een keer helpen met dit of met dat? En dat heeft mij nu ook wel weer heel toffe mensen leren kennen. Dat is gewoon de max. Ja, dat vind ik een van de coolste dingen. En ik vind het altijd... Het is niet verbazingwekkend, want ik heb het gezien in elke editie van Travak. Dus op dat vlak verbaast het mij niet. Maar ik vind het altijd zo... Ja, echt graaf om vast te stellen, om het zo met een oldschool Antwerps woord te zeggen. Maar graaf om vast te stellen dat je leert elkaar kennen via dat traject. En je spendeert 10 weken samen en dan nog een paar maanden extra in je Facebookgroep en zo. En dan via dat accountability plan organiseren we dan wat meetups, dat je mensen leert kennen van bij jou in de buurt. Maar het feit dat toch altijd na dat traject mensen aan elkaar blijven hangen en daar echt zo hun kleine supportgroep van 2, 3, 4 mensen uithalen waar dat ze effectief gewoon naar kunnen bellen en even aftoetsen of even
willen sakkeren als het nodig is of whatever. Dat is gewoon fantastisch. Dat vind ik zo fijn dat eigenlijk, ja, die. Allee, Travak is een business school, maar wat er daarna nog gebeurt, nadat het al maanden, soms jaren afgelopen is en die, dat netwerk dat je daardoor hebt opgebouwd, ja, dat doet mij altijd zoveel plezier als mensen mij dat vertellen. Dat vind ik echt, ja, dat is zo'n leuk bijproduct, zeg maar, van als je Travak hebt gedaan en daar heb je waarschijnlijk de rest van je ondernemerscarrière plezier van. Dat is waar. Alleen voor mij denk ik pas nu dat ik zo alles begin te integreren en alles wat ik geleerd heb, krijgt meer vorm. De ideeën zijn gekomen in Travak en nu is zo echt wel meer de uitwerking. En ik heb zo ja, echt een doel, een traject dat ik nu. Allee, ik heb zoiets van: oh, mijn carrière gaat te kort zijn, vooral wat ik wil doen. maar ja. Ik doe het ook gewoon graag. Ja, dat maakt het zo tof dan dat je een job kunt doen dat je zo graag doet. En nu komt die zichtbaarheid daar nu wel duidelijker, denk ik, omdat mijn zelfvertrouwen daar een heel stuk in gegroeid is. En dat ik nu wel durf en dat ik ook wel nu naar buiten kom, meer met een doel. Niet zo van, hey, ben Anne, ja, kom naar mij. Nee. Van, ja, okay, mijn doel is nu, mijn doel in 2021 is nu meer om meer mensen, vrouwen te sensibiliseren ook rond dat postnataal herstel en die bekkenbodem en urineverlies. En ik heb er zelf heel veel mee gestukkeld en ik heb enorm geschrokken wat impact dat had op mijn dagelijks leven. En nu heb ik zoiets van, ja, dat is mijn doel en mensen mogen denken wat ze willen. Als ze niet willen luisteren, is dat oké. Maar kijk, ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En dat is nu, ja, dat heb ik wel een beetje geleerd van hoe dat je dan goed dat aanpakt. Het is zo waardevol hè, wat dat je doet. Ik ben zelf geen mama, ik heb zelf geen kinderen. Maar ik herken wel de dingen die je vertelt. Van vriendinnen van mij natuurlijk, die wel mama zijn. En zoveel van de schroom ook dat daar dan rond zit. En ja, zoveel van de challenges dat daar dan bij komen. En allee, we kunnen veel praten over zichtbaarheid en hoe dat jij het vertrouwen hebt verder ontwikkeld dankzij Travak om meer zichtbaar te zijn. Maar als je dan kijkt naar de bigger picture, dan gaat het echt over, ja, die zichtbaarheid leidt er dan wel weer toe dat je zoveel meer, ja, mama's kan supporteren in dat verhaal en kan helpen in dat verhaal. En dat is zo fantastisch om te zien dat je, ja, als ondernemer een aantal stappen zet rond jouw ondernemerschap, dat je een aantal stappen zet rond je zelfvertrouwen en dat de consequentie daarvan is dat je gewoon, ja, een veel niet breder, want het is eigenlijk een meer niche publiek, maar dat je die, ja, veel meer kan helpen en dat je daardoor ook gewoon veel meer impact hebt op de levens van die mama's. En dat vind ik gewoon fantastisch om te horen. Dus ik ben heel blij dat er daar, ja, dat je je daar veel comfortabeler mee voelt nu om daarmee naar buiten te komen met dat verhaal, met die expertise die dat je hebt, met wat dat je kan betekenen voor hen. Jesus, allee, you make the world a better place, hè? Daardoor. Oeh, ja. Nee, ja. Ja, dat vind ik wel. Het is fantastisch om te zien. Misschien, trouwens, als er vragen zijn, hè, we zijn 9 à 10 mensen live aan het kijken. Gooi ze in de comments als je vragen hebt. Vragen voor Anne, specifiek over haar traject, over hoe dat ze dat ervaren heeft als ondernemer die geen klassieke ondernemer is, in die zin dat je, ja, in de zorgsector toch wel echt een heel andere stempel draagt dan de stempel van ondernemerschap. Dus als je daar vragen rond hebt voor Anne, feel free, gooi het in de comments. Als je vragen hebt voor mij over Travak Business School, gooi ze dan ook in de comments, dan kunnen we ze beantwoorden. Je krijgt heel veel hartjes, Anne. Ik zie dat niet. Maar kan je het niet zien. Je krijgt hartjes van Maaike de Vos. En je krijgt vuistjes en hartjes van Emma de Bal. Ja,
Voilà, ik ken haar niet, maar ja, wel fantastisch. Superleuk, dankjewel voor al die hartjes en al die liefde. Anne, als je even terugkijkt naar... Allee, we hebben het al vrij uitgebreid gehad over jouw Travac-traject, maar als je een bepaalde tool of zo zou kunnen aanreiken, iets waarvan dat je zegt van, als ik één ding zou moeten meepakken uit Travac Business School, dat voor mij echt ja, het grootste verschil gemaakt heeft in mijn ondernemerschap. Kun je daar dan specifiek iets op plakken, los van die mindset shift? Hè? Want ik denk dat daar voor jou een hele grote breakthrough heeft gezeten. Zijn er ook specifieke, ja, zeg maar, hardere skills of zo die je geleerd hebt rond ondernemerschap die u geholpen hebben? Ja, in het begin was dat allemaal heel hard Chinees en e-mailadressen vangen en e-mail automatizations en tralala, ik kan het allemaal niet de juiste termen benoemen. Maar ja, gewoon dat je... Ja, daar allemaal mee werkt en ConvertKit en ja, van alles eigenlijk. Wat ik nooit, nooit, nooit zou opgekomen zijn, moest ik dat niet gevolgd hebben. En bij hen was dat wel van, oef, ik ben hier echt niet mee en de anderen staan hier al zoveel verder. Ik ben opt-in en al die termen. Maar dat, allee, nu ben ik er wel in mee. En ben daar wel blij om. Eerst dacht ik wel van, goh, maar, ja, ik zit hier wel verkeerd. Ik kan hier niet echt iets mee. Maar dan nu merk ik dan wel in mijn project van vrouwen te sensibiliseren dat dat wel nodig is, dat je de gegevens hebt als iemand iets mee, ergens mee zit, ergens in Antwerpen of Limburg en die volgt u, dat je wel dan het e-mailadres moet hebben en uiteindelijk wel waardevolle informatie kan naartoe sturen. Dus op dat vlak heeft Travac mij ook wel heel goed geholpen van daar, ja, meer duidelijkheid in te scheppen en hoe je dat allemaal kunt doen. Het is nog een hele zoektocht, maar ja, ik ben er rustiger in en ik vind het wel mijn weg. Ja, dat aanhaalt ook, hè? Want allez, we hebben het al over het zeg maar, de eerste grote blok van Travac gehad, dat dan gaat over je doelen zetten en je verdienmodel en je prijs. En over prijs heb ik het niet gehad. En maar dat eerste stuk dat vooral heel veel strategisch denkwerk is. En dan dat tweede stuk, ja, dat gaat over hoe dat je sales en je marketing zo efficiënt mogelijk ook kan doen. En daar wat automatisering kunt achtersteken en whatever. En ik weet als ik daarover praat, dat sommige mensen zoiets hebben. Oh, yes, ja, yeah, cool, let's do it. En andere mensen hebben zoiets van... Oh my god, daar ben ik niet technisch genoeg voor, daar ben ik niet slim genoeg voor, daar ben ik niet... Dat is iets voor jonge mensen die allemaal mee zijn met die technologieën. Allee, ik hoor daar heel vaak zo... Dus ik ben blij om te horen dat jij ook zo iemand was die zoiets had van... Ik zit hier niet op mijn plek, ik weet niet hoe ik hiermee moet beginnen. Ik versta de helft niet van wat er hier basically verteld wordt. Maar dat je daar dan toch... de support gevonden hebt om daar toch stappen in te zetten. Dus dat is wel fijn om te horen. Heb je daar iets... Kun je daarvan iets benoemen waarvan je zegt van dat heeft mij echt geholpen om daar toch een aantal stappen in te zetten? Ja, gewoon de weten dat het er is, was voor mij al iets. Oké, dat bestaat. Ja, zo'n hulptools heb je. En ja, ik zeg, het is nu pas eigenlijk een jaar later dat ik er echt mee aan de slag ga. Ja, je moet ook wel een doel hebben daarmee. In het begin kon ik daar niet veel mee. De privacygegevens van mijn patiënten. Dus ik kan niet zomaar als ze een online boeking doen, daar ik weet niet wat mails naar zitten sturen. Dus ik dacht van ja, ik ben daar niks mee. Maar nu, ja, we willen eigenlijk ook een podcast starten met de praktijk. Dus daar één keer een mail worden gestuurd en mensen die zich daar nu aan ingeschreven, dan, ja, dan kunnen we wel daar meer informatie naartoe sturen. Dus ja, in dat opzicht heeft mij wel...
Je hebt eigenlijk dat wel een beetje opengetrokken, waar je misschien vroeger zoiets had van, oeh, daar moet ik van wegblijven. Ook naar patiënten GDPR-gewijs toe, hè, wat dan nog een heel pak gevoeliger is dan bij een gewone onderneming. Maar ik ben wel blij om te horen dat je toch hier en daar dat wat dingen hebt kunnen opentrekken. Om bijvoorbeeld, eigenlijk als nu met je podcast, ja, dan wel die e-mailadressen te hebben en je boodschap via dat kanaal te kunnen overbrengen. Dus het is wel fijn, fijn om te horen dat je daar uw weg ook in vindt. Hè? Dus in al die tools die dat we aanraden en dat je daar toch ja, een beetje plug en play doet van de dingen die dat dan voor jou werken en juist voelen en kloppen. Fantastisch om te horen. Yvonne, die comment trouwens op uw podcast. Ze zegt, wat een podcast, superleuk. Hoe zie je dat dan, vraagt ze. Kunnen we daar al iets over vertellen, over die podcast? Of zijn we nog een beetje te vroeg om daar iets over te komen? Het kwam eigenlijk meer... Ik heb Sophie Dobbelaar, hij is ook een van mijn collega's in de praktijk, samen met Laurence Sinatti. En ja, we babbelen gewoon keiveel over ons job, omdat dat onze hart en ziel is. Hij is ook osteopaat en ze is ook ortomoleculair therapeut. En zo vaak hebben wij gezegd van... Allee, we moeten dat gewoon opnemen, die gesprekken. Nou, we opnemen, wat we hier zijn, is super waardevol. En iedereen, ja, we willen dat iedereen dat like, hoort van ja, wat er belangrijk is als je wil zwanger worden. Hey, dat er ook wel effectief iets kan miszitten in je lichaam of je bloedanalyse. Allee, heb je wel een optimaal milieu, trala. Maar dan ook over ja, motorische ontwikkeling van je kind. Is het belangrijk dat het kruipt of niet? En ja, ik had zoiets van, oh, weet je, we gaan gewoon een podcast starten. Sophie was daar niet zo happig op, eerst van help. Maar ja, ik zie het gewoon als een fun element. Flopt dat is ook oké. Ja, maar we zijn nu een beetje aan het brainstormen. Het gaat ook een beetje afhankelijk zijn van dan de input van de mensen die luisteren. Van, ah, we willen daar nog iets over horen. Nu heb ik zo'n formuliertje opgesteld dat mensen zich kunnen inschrijven en dan met een aantal topics, zo van ik wil meer info over zwanger zijn of ik ben bevallen, ik heb urineverlies, ik wil meer weten over over de handling van mijn babytje, over het huilen of reflux. En dus zo kan ik al een beetje shiften van oké, wat zijn de topics waar de mensen graag iets over horen. En ik weet niet, dat gaat een eigen leven leiden, gaat dat in een 10 reeksjes zijn en gaat dat afgesloten zijn of gaat dat iets van lange termijn zijn? I don't know. Maar super, allez, ik vind het eigenlijk fantastisch om te zien zo, met zo'n nieuw idee dat je nu hebt rond die podcast, hoe dat je dan zoveel elementen vanuit je Travac-traject eigenlijk meeneemt. Zo van, hoe kan ik te weten komen waar dat mensen op zitten te wachten? Welke topics zijn interessant? En daar dan een bevraging rond doen, wat een van de dingen is die dat we in module 2 aan bod laten komen. En ook hoe dat je dan zegt van, hoe kan ik eigenlijk ja, een lijst van geïnteresseerden die daarnaar gaan luisteren, hoe kan ik dat verzamelen? En dan ja, ik ga een optientje maken dat mensen daarvoor kunnen intekenen. En dat zijn zo, allez, los van het volledige framework dat je leert in Travac, zijn er zo gewoon little pockets of things die dat je dan kunt meenemen en zeggen, ah, ik heb nu een nieuw project en ik ga dat daarop loslaten. En die dingen dat ik geleerd heb, gaan mij helpen om dat dan ja, hopelijk succesvoller in de markt te zetten. Op het moment dat ik mijn eerste aflevering doe, dat het gaat over iets wat dat mensen interessant vinden, omdat ze het mij hebben laten weten. En dat ik er de mensen mee kan bereiken die dat erop zitten te wachten, om ernaar te luisteren. En dat zijn zo'n belangrijke twee skills om te doen wanneer dat je iets nieuw in de markt wilt zetten. Dus super. By the way, Yvonne zegt, dat is gewoon boeiend, je moet dat doen. Keihard doen. Kijk, die is al aan het doen, hè, Yvonne. Ja. We zijn aan het wachten op het goede materiaal dat we een goede beeldklank. Audio. Ja. Super, fantastisch in ieder geval. Heel veel succes met in de podcast, ja. Sowieso. Anne, we zitten ondertussen, we zijn al 30 minuutjes aan het praten.
Time flies, hè? Wie er aan het kijken is en je hebt nog een vraag voor Anne of voor mij, gooi het dan in de comments. Dan kunnen we die vraag nog beantwoorden. En terwijl dat jullie misschien jullie vragen aan het typen zijn, ga ik nog even zeggen dat dus elke dag tussen nu en nog volgende week vrijdag, 5 februari, ik elke dag om 11 uur een interview doe met een extra vak deelnemster. De volledige kalender van wie dat er allemaal langskomt en over welke topics dat we het gaan hebben en in van welke sector dat ze komt en zo verder. Al die informatie kan je terugvinden in onze eventskalender op www.facebook.com/zekervanhaarzaak/events. Daar vind je het volledige overzicht en waarschijnlijk zit er daar nog wel een interview tussen met een onderneemster die zeg maar right smack staat waar dat, of stond liever, waar dat jij nu staat. En de reden waarom dat we de Facebook live videoseries doen, is omdat ook de deuren gaan openen voor de 6e editie van Travak Business School. Daarvoor kan je je inschrijven tussen 8 en 12 februari. En dan gaan we collectief van start op maandag 22 februari voor een 10 weken durend traject waarin dat je gaat leren hoe je kan groeien met jouw business in impact en in omzet. En in impact, ik denk dat Anne daar een heel goed voorbeeld van is, wat ze allemaal geleerd heeft in Travak om meer impact te kunnen hebben. Maar wel met het behoud van je vrijheid, hè, want daar zijn we het gesprek ook mee begonnen. Je bent een mama, je hebt twee kleine kindjes. Je hebt ambitie om van jouw bedrijf iets verder en iets groters en nog iets breders te maken dan wat het vandaag is en wat het vorig jaar is en wat het in de toekomst zal zijn. Maar wel met het behoud van al die flexibiliteit om er ook voor jouw kinderen te zijn, voor jouw partner te zijn. Dus fantastisch. Kan ik er kijken? Valérie zegt nog, wij hebben alleszins heel veel ideeën voor jouw podcast. Ja. Kijk, voilà. Valérie de Ketelare, die gaat u ook nog wat ideeën. Oké, ja, Valérie. Valérie, ja, inderdaad. Goed, Anne, misschien naar afronden toe van onze Facebook Live. Is er iets wat jij nog graag wil delen met de mensen die aan het kijken zijn naar ons interview? Ja, goh, ik denk misschien dan van mijn ervaring uit, mensen die in de zorg zitten of zo, van laat het u niet tegenhouden om ja, je bent ook echt een ondernemer. Ik had al in het begin aangehaald van, als je dat door hebt, ja, is the sky the limit. Allee, uiteindelijk heb je veel expertise en kun je daar echt iets mee doen. En hoeft het niet altijd één op één te zijn. Als je denkt dat iets voor u is, zou ik niet twijfelen. Het is wel een investering natuurlijk, maar ja, ik bedoel, cursussen over inhoud kosten ook echt, allee, bij ons toch, massa's geld. Maar dit heeft mij ook wel echt, ja, super veel opgeleverd. Dus ja, niet twijfelen en er gewoon voor gaan. Fantastisch om te horen. En een schone oproep, denk ik, hè, naar mensen die in de zorg zitten. En een stuk ja, in ondernemerschap willen ontwikkelen, wat vaak een skill is die mensen in de zorg niet meegekregen hebben of vaak nog een stuk onderontwikkeld is. Dus fantastisch om te horen dat Travak ook jullie kan helpen om een veel breder publiek aan te spreken, een veel ruimer publiek aan te spreken en ervoor te zorgen dat wij ons allemaal ja, fysiek goed in ons vel voelen. Hè? Want hoe belangrijk is dat niet? Hè? Zeker vandaag de dag. Dus het is een heel schone oproep naar mensen in de zorg. Merci om dat te delen, Anne. Oh, ja. Fantastisch. Als er geen vragen niet meer zijn en ik zie geen vragen niet meer binnenkomen in onze chat, dan wil ik jou super hard bedanken om 30 minuutjes tijd vrij te maken om jouw verhaal te delen. Anne, heel fijn. En ja, heel veel succes met alles wat je nog gaat ondernemen, hè, waaronder de podcast die er nu zit aan te komen. En ja, met jouw missie verder in de wereld te zetten, hè, en vrouw en kind verder te supporteren. Merci voor tijd vrij te maken en nog veel succes, hè, in alles wat je gaat doen. Oké, merci. Door jou. Ciao.
Nee, heel veel plezier. En wie dat aan het kijken is, merci om te kijken, om er live bij te zijn. Merci om comments achter te laten. Ook heel fijn, altijd leuk om te zien wie dat er aan het kijken is. En hopelijk zien wij elkaar terug op een volgende Facebook Live, misschien morgen om 11 uur. Of bij Travag Business School 22 februari vliegen we er terug in voor de 6e editie. Salukes, merci om te kijken. Ciao.